Good evening. We'll proceed with questions of the Belgian journalist first. Yep. Soms gebeurt er in de zomertijd iets waar je van niet zo leuk vindt. Ja. Ik heb dat al meerdere malen, op de eerste plaats net al in de kleedkamer gezegd tegen die jongens. Afgelopen zondag zaten we natuurlijk in een andere situatie dat we op een heel laat moment in de wedstrijd, eigenlijk het laatste moment, de volledige winst uit handen geven. En vanavond is het omgekeerd. Zijn we in staat om gedurende de tweede helft veel beter voor de dag te komen dan de eerste helft. En hebben we heel lang moeten wachten tot we uiteindelijk in mijn optiek toch verdiende overwinning hier mee hebben genomen. En ja, dat het dan in de laatste seconde gebeurt, dat is wel frappant in relatie met afgelopen zondag. Maar je ziet ook hoe soms betrekkelijk voetbal is. En hoe gek voetbal kan zijn en vooral kan lopen gedurende de wedstrijd. En vandaag zijn we aan de goede kant. Toch vind ik dat we niet wedstrijden op de laatste momenten moeten blijven laten aankomen. Maar dat is iets voor later. Die jongens hebben wel gestreden. We waren allemaal kapot na de wedstrijd. Het is een hele zware match geweest, zware omstandigheden. Fantastisch entourage, hè? Mooi stadion, volle bak. Enthousiaste supporters van Rapid, maar zeker ook van ons. En dat is in een hele korte tijd eigenlijk het mooie van Europees voetbal. En dan zie je eigenlijk ook weer wat we gemist hebben. Gut, für die Übersetzung zuständig bin ich. Ja. Es ging darum, dass es Genk am Wochenende in der 95. Minute den Ausgleich gegen Union gekriegt hat. Das Glück ist ein Vogel, heute ist es umgekehrt gewesen. Genk schießt das Tor spät in der Nachspielzeit und so ist halt Fußball. So ganz. Die erste Hälfte war natürlich etwas schwach, müde, ist aber mit der zweiten Hälfte natürlich besser geworden. Natürlich aus seiner Sicht ist der Sieg verdient. Er bedankt sich aber hier auch nochmal für die tolle Stimmung, ein tolles Publikum und die ganze Atmosphäre hat ihm hier sehr gut gefallen. Danke. Brak er de eerste helft om dan al het verschil te maken? Wacht even. Können Sie ich übersetze. Also die erste Hälfte war etwas mühsam und von beiden Seiten. Und was war die Motivation in der zweiten Hälfte? Beziehungsweise wie hat er sein Team herausgeschickt? Ich kijk alleen maar naar onze eigen ploeg. En ich fand onze eerste Hälfte heel slordig in balbezit. Moeilijke keuzes die we maakten. Waardoor we niet de controle in de wedstrijd konden vinden. Maar vooral ook konden houden waar we wel naar op zoek waren. En eerlijk gezegd alleen de laatste 10 minuten van de eerste helft dat ik het idee had van oké, nu pakken we die wedstrijd in handen en trekken we hem naar ons toe. Nog niet qua kansen en goals, maar wel qua controle. En in mijn optiek heeft dat te lang geduurd, omdat ik vind dat wij zoveel beter kunnen aan de bal als dat we die eerste 30, 35 minuten hebben laten zien. En dat heb ik ook tegen die jongens gezegd in de rust. Blijf in je organisatie, probeer die bal makkelijker van voet naar voet te laten lopen. Dat is de kwaliteit van ons. Dat kunnen we goed. En ik moet wel zeggen dat ze dat de tweede helft een stuk beter hebben gedaan. Das Passspiel ist in der ersten Hälfte zu wünschen übrig. Doch 10 Minuten vor der Halbzeit wurde schon klar, dass es eine Änderung geben soll. Und er hatte dann in der Pause dann zu seinen Spielern gesagt, dass sie ruhig spielen sollen und vor allem kontrollierter den Ball halten. Und das war der Weg zum Erfolg. War das auch ein Sort von Slijtageschlag, waarin jullie zoveel meer de bal hadden en hen zoveel lieten lopen, dat ze uiteindelijk echt begaven? Hè? Dat zag je ook. Nee, het tempo lag. Even wat de coach vertelt dat. Ja, die Frage über das Spiel an sich, welche Zielsetzung hatten Sie? Das langsame Passspiel. Ja. Schweres Spiel am Sonntag in den Beinen und das war ein bisschen ein schwieriger Start für die Truppe. Nou, het werd een slijtageslag, met name in de eerste helft, omdat wij zoveel bal verliezen. En op het moment dat wij zo gemakkelijk de bal verliezen, dat betekent dat we ook veel achter de bal aan moeten lopen. En dat kost heel veel kracht. En dat zijn de krachten die je als coach, als trainer, maar zeker ook als spelers en als groep, het liefst niet ziet. En daar heb ik. En ik vond ook dat we te moeilijke keuzes wilden doen. Te mooi, misschien ook soms te gemakkelijk, waardoor we gewoon heel slordig waren. En dat heeft heel veel kracht gekost. Want eerlijk, die jongens zijn heel ver moeten gaan.
En ik ben nu al blij met die grote groep waar ik het steeds over heb, want dit kunnen we niet volhouden op dit tempo met het spelen van wedstrijden ook richting zondag. Dus daar moeten we echt wel rekening mee gaan houden nu. Genk hat in der ersten Hälfte immer den schwierigen Pass versucht. Gerade dadurch kam es zu vielen Ballverlusten und Ballverluste hatten die Konsequenz, dass die Laufarbeit auch extrem hoch war, um den Ball wieder zu bekommen. Die Anweisung in der zweiten Hälfte, für die zweite Hälfte war so, ruhiger und den einfachen Pass zu spielen. Coach, je verving Bongonda aan de rust. Was er een fysiek ongemak bij hem? Ja, ja, hij was niet fit. Dus hij moest eigenlijk gewisseld worden. Okay. Ik heb de naam van de speler niet. Bongonda. Bongonda, ja, de wechsel van Bongonda in de tweede helft lag aan de verletzing. Waar zal dat toe wel iets? Mark, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja, dat is wel iets wat opspeelde. Dus, ik heb ook geen risico genomen daarin, omdat, ja, wat ik al zeg, we hebben zoveel wedstrijden en daarin hebben we iedereen nodig. Ja, die verletzung is begonnen wurde einfach sicherheitshalber rausgenommen. Die 7 Spieler spielen Genk in den nächsten Tagen, also in den nächsten 22 Tagen, und daher Sicherheit geht vor den Spieler raus. Het is ook makkelijk omdat je weet dat je Mike, dat hebben we allemaal vandaag ook weer gezien, wat de kwaliteiten van Mike zijn. Dus ja, dat wilden we, daar hebben we naar gezocht. En ja, dat heeft zich nu ook wel bewezen. Waarom? Ja, en met Mike Tresor wurde gekomen natuurlijk een zeer goede speler in een. Dit is ook een beetje een beloning, denk ik, voor de zomermercato. Als je ziet, Onowaciu, die scoort, Lukumi, die sterkhouder is. Ik denk, je hebt vaak gezegd, ik ben blij met die ploeg, maar je ziet op die momenten, ja, komen ze er bovenuit. Ja, ik kan elke week wel de club heel erg dankbaar zijn in de inspanning die ze gedaan hebben om zeker het aflopende contract van Lukumi te verlengen. Maar zeker ook om uiteindelijk Paul gewoon binnenboord te hebben gehouden. En ja, op basis van dit soort wedstrijden, Europese wedstrijden, dat zijn wedstrijden waarin die gasten zich ook willen tonen. En vandaag hebben we beide spelers gezien hoe belangrijk zij niet alleen voor zichzelf zijn. Hè, want nogmaals, dit zijn de wedstrijden waarin eventueel iets te verdienen valt, ook voor die gasten. Maar ook voor het elftal en voor de club en ook voor de supporters, hoe belangrijk, en ook voor mij, laten we dat voorop stellen. Misschien moeten we daarmee beginnen. Maar dat hebben ze al zo vaak bewezen, dus ik ben super blij daarmee. Ja, der Trainer bedankt zich aan de clubvorm die Schlüsselspieler wie Lukumi und Unashu im Kader gehalten haben können, also nicht die im Team geblieben sind während der schwierigen Transferzeit. Und es war sozusagen eine Belohnung, die Schlüsselspieler haben sich heute bewiesen und haben ihre Stärken gezeigt für den Club. Ja? Gibt es welche Frage, der österreichische Kollege, für unseren Trainer? Ja. Was sagen Sie zu Rapids Leistung am heutigen Abend? Haben Sie Rapid in dieser Form erwartet? Hat Rapid in so verwacht? Ja. Ja, ich finde Rapid ein moeilijke Tegenstander um tegen te spelen, omdat ze heel veel opportuniteit in het spel gooiden, heel veel energie. Proberen niet altijd de moeilijkste oplossingen te kiezen, maar daardoor wel heel effectief te zijn door snel de lange bal te spelen, groot aanspeelpunt en van daaruit verder te voetballen. En daar hebben wij, zeker de eerste helft, hebben we daar enorm veel moeite mee gehad. Dus het was voor mij geen verrassing, omdat we hebben een goede analyse van hun gemaakt. En dat hebben ze vandaag ook laten zien, dat we uiteindelijk pas in de laatste seconde van de wedstrijd deze wedstrijd naar ons toe hebben kunnen trekken. Er wusste, dass es ein schwieriges Spiel wird. Er war nicht überrascht. Rapid spielt sehr energiekraftvoll. Sie spielen natürlich auch einfachen Fußball durch die schnellen Pässe nach vor. Aber das Genk war gut eingestellt. Also sie hatten ihre Hausaufgaben gemacht. Okay, danke. Guten Abend. Danke. Grüß Gott. Danke.